Hoi, ik ben Anna van Astro Lady Tarot. Ik zit buiten. Ik heb gewoon heel erg zin om buiten te filmen, omdat het zulk mooi weer is. En ik heb gewoon even een paar uurtjes om hier dit te doen in mijn eentje voor jullie. Het is weer tijd voor de kies een kaart reading. Dat is een gratis korte reading met één kaart voor elke optie. En het zijn positieve focuspunten voor je. Ja? Ik heb besloten vorig jaar, dacht ik. Ja. Of begin dit jaar, dat ik voor elke maand deze kies een kaart reading zou doen. We zijn nu op de helft van het jaar en elke maand is er een kies een kaart reading gekomen. Het is mijn volle intentie om dat door te zetten. Ik wil het in ieder geval 1 jaar volhouden. Dus even ontspannen. Het kan ook extra goed met al die natuur om me heen. Voor jullie is dat natuurlijk het mooie licht door de bladeren en ook de geluiden van vogels en kikkers en wat nog meer. Positief focuspunt kiezen, kaart. Voor de maand juni. Oké. Ik heb hier kaart 1, 2 en 3. Dus adem even rustig in en uit. En kies welke kaart voor jou is. Ja? Oké. Kaart 1. De 6 staven. Is een heel erg gecenterd getal, een gecenterde kaart die eigenlijk zegt dat vuur van jou zit binnen in jezelf, zit binnen in jezelf. Je moet jezelf motiveren en ook denken waarom je bepaalde dingen doet, waarom je bepaalde plannen maakt. Ik denk dat het goed is voor jou om de steun te krijgen die je nodig hebt om bepaalde keuzes te maken of bepaalde plannen door te laten gaan. De steun die je krijgt van buitenaf is belangrijk, maar vergeet ook niet dat die steun er is omdat zij ook geloven in jou. Ja, dus dat jij eigenlijk gemotiveerd raakt op een manier van, ik weet ook dat ik mezelf deze steun kan geven, deze motivatie kan geven. Ja, steun voelt goed en een soort van acceptatie en omarming is belangrijk. Maar vergeet ook niet dat jij jezelf dit kan geven. Het is natuurlijk vuur, dus het gaat om passie. Hè? De staven zijn vuur, het gaat om passie, het gaat om motivatie. Het gaat om actief dingen doen. En dan hebben we het over het meest gebalanceerde getal eigenlijk, de 6. En als je dat samenvoegt, dan heb je echt een heel sterk, eigenlijk bijna gegrond, een bepaalde zekerheid van jezelf, toch? Dat je eigenlijk hebt over dubbele groei. En die groei die komt na, meestal komt die na een bepaalde overgang die waarschijnlijk niet zo makkelijk was. Of heel erg veel uitdagen met zich meebracht. Maar nu voor jou de focuspunt is eigenlijk heel erg om te genieten van waar je nu bent en waar het je nog verder kan brengen. Het is oké om een keertje ook... Dat fluit zo hard, hè? Het is oké om een keertje ook super comfortabel te zijn in jouw proces, in jouw weg, in jouw groei. Weet je wel, je hebt hier te maken met eigenlijk dubbele groei, want groei is over het algemeen 3. En het maken en het creëren van je eigen wereld, maar dan keer 2, want het is het getal 6. En dat werkt zowel als een boost naar voren, als een, weet je, je bent er, dit is je plek, je bent zo goed bezig. Vergeet ook niet die affirmatie. Als je dit doorhebt en dit omarmt en dit gebruikt en dit idee eigenlijk adopteert in je dagelijks leven, dan zou het zomaar kunnen dat je je ontwikkelt als leider. Maakt niet uit op welk vlak. Op je werk, in je familie, met vrienden. Het betekent niet dat je dan degene bent die alles voor het zeggen heeft natuurlijk. Maar het betekent wel dat jij misschien wel degene bent die vaak kan inspireren. Die vaak ideeën heeft. Die vaak, weet je wel, eigenlijk een beetje de boel bij elkaar houdt en naar voren trekt. En dat is sterk. Want of je bent het van nature of je bent het toch
of noodgedwongen geworden. Of je ontwikkelt jezelf eigenlijk zo. Dat kan ook heel sterk zijn. Omdat je het eigenlijk, die wil is er om hoe dan ook met je sterke wilskracht dat succes te behalen. Dan wijkt alles daar eigenlijk voor. Dan wijkt je de onzekerheid die je misschien voelt. Dan wijkt de twijfel. Dan wijkt, weet je, bepaalde angst voor succes of angst om jezelf bloot te stellen of angst om je stem te laten horen. En dan ineens ben je in een soort van centraal punt de volle potentie van jezelf aan het uiten. En daarmee ook de rest neem je dan mee. Focus daarop dat als jij iets bedenkt dat het mogelijk is. Of eigenlijk beter gezegd in dit geval, als jij iets wil, vind dan een manier om het te doen. Als je kaart 2 had, heb je een grote arcana, de keizerin. Dit je kaarsvet. Nou, de keizerin is in de Druidcraft een beetje anders weergegeven. Ik zie veel meer in haar een grote moeder. Hier zie je ook bijvoorbeeld de grote, weet je, dat beeldje van een vruchtbare godin. Of eigenlijk is dat dus de moeder, de vrouw. Focuspunt hier is echt, het grote woord is nou eenmaal creatie en een bepaalde vorm van vruchtbaarheid. Dat past ook wel goed bij de zomer, want dat is echt, alles is in volle bloei, alles is uit en alles is in combinatie met de zon zo sterk en open en luid. Je hoort het ook letterlijk hier. Dus dat jij jouw eigen realiteit of eigen wereld, of hoe je het ook wil zien, creëert en maakt. En dat jij het voor het zeggen hebt. Nou ja, ik wilde zeggen, dat is heel sterk. En dat is waar je op moet focussen. Of op mag focussen. Want je moet niks. Jij maakt de regels. Zoals ik al zei bij de 6 staven. Dit is de grote arcana nummer 3. Dus daarin zit die volle 3 energie. Het gaat echt om groei en creatie. En weet je, je kunt het hebben over een volle openheid. Die te maken heeft met de zomer die eraan komt in juni. En het mooie weer. En het feit dat alles in de natuur open staat. Dat reflecteer jij nu eigenlijk. Dat je eigenlijk weer een beetje begint te leven en te ademen. Ik zie in deze kaart ook met dat water hier heel erg het stromende water, de connectie. Niet alleen de groei, want je moet niet alleen denken op de manier van oké, het is groei. Denk, het is een verandering, het is een transformatie, het is het stromen, het is eigenlijk het openstaan voor wat het leven je hoe dan ook altijd geeft. Verandering is constant, het enige constante is verandering. En als je dan ervoor zorgt dat jij in jouw volle openheid eigenlijk die verandering blijft toelaten. Het is niet dat jij het per se actief hoeft te doen. Je hoeft alleen maar open te staan en het gebeurt. Het is eigenlijk eerder als het niet gebeurt, dan zit er iets vast. En dit gaat om open. Dus dat is mooi. En je ziet in de achtergrond ook van die verschillende levels. Zie je dat hier hoe het begint met een klein watervalletje die natuurlijk vanaf een hogere berg komt. En dan stroomt het steeds meer naar beneden totdat hier dat het weer in een stroomversnelling komt. Dus dat is mooi. En water heeft natuurlijk ook te maken met je gevoel. Het feit dat jij jouw vrouwelijke kant combineert eigenlijk met heel erg mannelijke actieve. En sorry, ik spreek nog steeds ouderwets mannelijk en vrouwelijk. Maar ik zie de symboliek daarvan gewoon heel goed in nog steeds. Dus ik gebruik nog steeds die termen. Maar ik denk ook wel dat het duidelijk is en dat jullie me dat vergeven. Het is een beetje ouderwetse tarotaal. Maar het is wel ook duidelijk wat ermee bedoeld wordt, toch? Als je je vrouwelijke, dus je waterkant zou je kunnen zeggen, combineert met het open, de zon van deze maand. Ja, dat er echt zo'n balans komt en dat je dus de groei toelaat en de verandering toelaat en de transformatie toelaat. En dat er een soort van openheid komt en een heel erg het gevoel van
content zijn. Dat gevoel van het is goed zo en het is gewoon zo krachtig. En ik voel heel erg in deze kaart hoe die is weergegeven, dat die vruchtbaarheid, dat het eigenlijk heel erg past in alignment, in lijn staat met deze maand van het jaar. Dus maak daar gebruik van en geniet daarvan. Het enige wat je hoeft te doen is los te laten en dan ben je al open voor receptief en tegelijkertijd ook aan het maken en het creëren. Als je de derde kaart had gekozen, dan heb je de Heremiet. Dus voor degene die opletten, we hebben nu getal 6 gehad bij de 6 staven, getal 3 bij de keizerin en getal 9 bij de Heremiet. Dus allemaal in drieën. Deze Heremiet is mooi, is episch, hè? Met die lucht zo en hij heeft zijn wolf mee. Dit is echt een ander soort energie. Een ander soort energie dan de 6 staven en de keizerin. Die hebben nog best wel flink wat dingen die bij elkaar passen. Of weet je wel, de overeenkomsten. Je kan hier ook wel een rode draad in vinden met de Heremiet. Maar het is wel echt een beetje die koudere, donkerdere andere kant van die energie. Dus wat ik in deze kaart zie, omdat hij zo overduidelijk over die berg neerkijkt op de vallei. Van wat er eigenlijk gebeurt, heeft hij eigenlijk als een vogel een hoger perspectief. Een perspectief wat komt uit tijd die hij alleen doorbrengt. Dus weet je, dat zou je heel makkelijk kunnen vertalen naar misschien duurt jouw lockdown wat langer. Weet je, het is nou helemaal actueel voor het collectief, deze readings. Of symbolisch, dat je nog meer tijd nodig hebt om jezelf af te sluiten en dat het ook een keuze blijft. Weet je wel, van als het geen keuze is, zorg er dan voor dat je wel zeker de touwtjes in handen houdt. Of dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid neemt om daar alsnog iets goeds uit te halen. Niet het best mogelijke, dat is oneerlijk om dat te vragen van iemand. Maar het toch nog iets positiefs. Snap je dat je wel nog in je kracht staat? Dat het wel nog ergens, ook al is het geen keus, ook al wordt het je opgelegd om alleen te zijn, om je afgesloten te houden nog langer, dat je er wel nog iets uithaalt. En de Heremiet heeft te maken met wijsheid en weet je eigenlijk het feit dat hij zo, jij, dus zo echt alles kan zien vanuit een hogere, level, vanuit een hogere plek, houdt in dat je dat begrip eigenlijk moet opzoeken. Het is goed om eventjes ervan af te stappen. Om dagelijkse stress of dagelijkse het moeten en zo. Dat je dat heel eventjes misschien soort van op mute zet. En luistert naar de stilte. En bekijkt hoe de wereld er eigenlijk uitziet. Wanneer iedereen slechts zo'n klein poppetje is. In plaats van, weet je wel, die wereldse problemen. Die lijken misschien enorm. Terwijl als je hier staat, alleen, op het puntje van de berg, misschien zie je dan in dat je meer in je hebt dan wat je tot nu toe waarschijnlijk hebt toegeëigend. Het is goed voor jou om te focussen op ik leef mijn leven of ik leid mijn leven op de manier dat ik wil. En zelfstandigheid als in alles wat ik bereik heb ik zelf gedaan. En daar kan ik trots op zijn. En ik ben waarschijnlijk veel sterker dan hoe ik me gedraag of, weet je wel, denk daar eens aan. Voor wie doe je het? Dat is de rode draad met de 6 staven die we eerder hebben gehad in deze video. Als in bij de 6 staven heb je in de kaart heel veel steun van anderen en volgers. En hier juist niet. En in principe, dat maakt niet uit van hoe sterk je dan bent. Dat maakt dan geen verschil. Of je publiek hebt of niet. Of je letterlijke steun hebt of niet. Jij luistert naar jezelf. Of dat is je focuspunt. Of je dat nou wel of niet doet.
goed om daar wat extra aandacht aan te besteden. Beetje meer energie in die richting. Als er vragen zijn over deze drie kaarten, stel ze gerust onder de video. Ik wil ze heus wel beantwoorden. Dit waren de drie kaarten. Kaart 1, 2 en 3. Nog een keertje, kan je ze zien? Het is feest. Oké, dat was het. Dat was de kiezenkaart voor de maand juni. Laat me weten welke kaart je had en of het meteen al voelt als dat het klopt. Of dat je nog denkt, ik moet nog een beetje zoeken. Je kan natuurlijk ook commenten op de kiezenkaartreading van de vorige maand. Want dan heb je de maand natuurlijk gehad. En dan is het misschien makkelijker om te laten weten van, ja, het sloot precies aan. Weet je wel, in retrospect is dat waarschijnlijk ietsjes makkelijker dan eigenlijk te bedenken hoe jouw maand zal worden. Maar de kaarten werken dus niet als toekomstvoorspelling per se. Het is echt veel meer een soort van, hier heb je advies. Het is een focuspunt, zoals ik het zeg. Ik wil even iedereen eraan herinneren dat ik een professionele tarotreader ben. Binnenkort beginnen er weer face-to-face tarotreadings. Daar heb ik super veel zin in, want ik ontmoet altijd de leukste mensen. En hebben de meest interessante readings met de meest diepgaande gesprekken in korte tijd. Voor degene die nog thuis zitten of voor degene die niet rondom Amsterdam wonen of in Amsterdam. Ik doe ook Skype readings en dat doe ik altijd al. Niet alleen tijdens de lockdown, maar weet je, dat blijft gewoon doorlopen. En dan kun je kiezen voor 15 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 45 minuten, een uur. Ik heb ook vaak genoeg readings gedaan van anderhalf uur. En dat is allemaal beschikbaar. Ik heb mijn Facebook shop gelinkt onder deze video's. Net als mijn Instagram, daar heb ik ook heel veel informatie. En ja, als je het wil, dan stuur me een e-mail. Mijn e-mailadres staat er ook. Ik denk voor iedereen zit er wel iets bij. Ja, laat het me weten. Stuur me een berichtje. Je mag ook nog vragen stellen over mijn werkwijze. Als het nog niet duidelijk is, mag ook onder deze video. En ik bedoel, ga ook in gesprek met elkaar. Weet je wel, dat is leuk. Dat we leren elkaar kennen. En ik vond het leuk om dit te doen. Een keertje buiten deze kiezenkaart. Ik hoop dat iedereen toch kan genieten van het mooie weer. Of alweer kan genieten van het mooie weer. En ik zie jullie in de volgende.